Tussen het eilandje in het zuid vind je de Scheldekaaien. Een vaak vergeten plek die de Schelde en de Antwerpse binnenstad verbindt. Door de antieke gebouwen en beschermde monumenten voel je de ziel van het oude Antwerpen. Ook het oudste gebouw van de stad staat hier. Het steen tot voor kort een scheepvaartmuseum wordt in de toekomst omgetoverd tot een recreatieve ruimte voor kinderen. Ook liefhebbers van nieuwe architectuur komen hier aan hun trekken. De kaaien zijn rijk aan moderne lofts en panden gerenoveerd volgens hedendaags design. Via de wandeldijk kom je uit op het Zuiderterras waar je kan genieten van seizoensgerechten. Populair zijn de eerste asperges. Het uniek uitzicht op de Schelde krijg je er gratis bij. Contact met het water heb je ook op het ponton, de uitgelezen plek voor jongeren om te gaan uitwaaien. Vanaf een uur of twee staat Sanneke hier van voor de deur. En dan gaan wij daarnaast een Desperados kanaal. En dan komen de jongens skateboarden voor de deur. En dan iedereen komt hier wat hangen en zo. En dan geven we een beetje de klik van de shop. Dus binnen een aantal jaren gaat de kaai veranderd worden. En gaat die de place to be worden. S'avonds komen de kaaien opnieuw tot leven. Het perfecte moment om van de sfeer te genieten op restaurant. Een variatie aan verschillende eetculturen zorgt ervoor dat je voldaan naar huis rijdt.